Discussies waarin vrouwen zich onderling motiveren komen niet makkelijk voor. Dit is een van de redenen waarom een conferentie voor vrouwen in leiderschap vandaag voor een tweede keer is georganiseerd in het eventcenter van Assyria High Rise. Ondervoorzitter van de Women Sustainable Development Foundation Suriname, Gloria Narendorp, zegt dat samenwerking onder de vrouwen van eminent belang is. Het gaat om een Women's Leadership Summit. Het gaat om Women Empowerment. This is a safe space. De bedoeling is dat we gesprekken op gang brengen die je normaliter niet voert. Dat we discussies hebben om elkaar te empoweren. Dat we impact kunnen creëren hiermee. En als je weggaat, the things that you take away from here, neem het mee naar huis. En draag het over aan de buurvrouw, je tante, je nicht. Uiteindelijk moeten we samenwerken. En wat we hier leren moet uiteindelijk een ripple effect hebben. Zodat we eigenlijk de samenleving kunnen versterken. En dat de vrouwen echt gaan doorhebben dat ze echt wel die leiderschapskwaliteiten bezitten. Die de mannen denken dat we niet hebben. Narendorp geeft verder aan dat het de bedoeling is dat Surinaamse vrouwen allemaal van elkaar gaan leren. Monique Feira, hoogleraar op de faculteit Juridische Wetenschappen, zegt dat het een positieve ontwikkeling is dat het aantal vrouwen dat afstudeert van de hoogste onderwijsinstelling steeds groter wordt. In het collegejaar 2019-2020 was deze verhouding toegenomen naar 1:2. In het collegejaar 2020-2021 was 1 op de 3 afgestudeerden een vrouw. Gemiddeld 3 maal meer afgestudeerde vrouwen dan mannen aan onze hoogste onderwijsinstelling betekent dat we een nieuw tijdperk in onze geschiedenis zijn ingeslagen. Als deze trend zich voortzet, moeten vroeg of laat de vrouwen ook meer plaatsen innemen in beleidsbepalende posities. Het is geen vraag meer of de vrouwen die posities zullen innemen. The next era of women's leadership has come. Feira merkt verder op dat op internationaal vlak de ontwikkeling waarbij veel meer vrouwen hun plek innemen binnen de wetenschap erkend is. Nu de wereld in het nieuwe tijdperk van vrouwen in leiderschap is gekomen, moeten er veel vragen beantwoord worden, aldus Feira.